Ja, 2008, maar ik begin in 2007, dames en heren. Want toen werd het besluit genomen dat dat nieuwe liedboek moest komen. En daarbij werd dan de wens uitgesproken, zoals gezegd werd, dat het met een jaar of vijf er moest zijn. Maar toen dat gezegd werd, wist niemand of dat wel kon en of het mogelijk was. En wie de procedures van samenstellingen van liedbundels in het buitenland enigszins kent, zal zeggen onbegonnen werk. Onbegonnen werk zei men in het buitenland als ik over ons plan sprak en daarbij ook hoeveel tijd we daarvoor hadden. Onbegonnen werk en daarom zijn we eraan begonnen. Zo zei de secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Klaas Holweda, tijdens de presentatie van de naam van het nieuwe liedboek op 31 oktober 2009 hier in deze stad, maar dan in de Nicolaikerk. Ik vergeleek ons werk met een ontdekkingsreis. Je gaat op weg, maar je hebt bij het vertrek geen enkel idee waar je terechtkomt. We gingen op de Bonnefoy, letterlijk wat het woord zegt, à la bonne foi, in goed vertrouwen. Dat is beter dan op goed geluk. En hier staan ze dan, de mensen van de redactie en de redactionele werkgroepen. En als u goed kijkt, de captain, dat is de man met de stropdas, staat in het midden. Je was er vanaf het begin af aan bij en Nico, je hebt ons werk op een prachtige manier ook begeleid. Steeds vanaf het begin was er een uitstekende samenwerking, interactie tussen redactie, stichting en uitgeverij. Ik kan nu spreken vanuit de redactie en de werkgroepen, de redactionele werkgroepen. Er was vertrouwen, vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de opdracht, maar er was ook moed, misschien wel bluf, om te kunnen zeggen dat gaat lukken. Dat gaat lukken in de gestelde tijd. De ambities van de samenstellers, nogmaals, ik spreek nu vanuit het perspectief van de redactie, kan ook teruggevonden worden in de nota die de stichting schreef ter voorbereiding op die besluitvorming van 2007. En de kerken namen in hun besluitvorming die ambities eigenlijk over. Ik citeer twee uitspraken van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland in hun besluit van 2007, april 2007, over het nieuwe liedboek. Een nieuw liedboek behoort uitdrukking te zijn van de identiteit van de Protestantse Kerk en daarbij rekening te houden met de diverse taalvelden en muziekculturen binnen die kerk. En een nieuw liedboek is van belang voor de eenheid van de kerk. De eerste uitspraak is gewaagd. Er is dus blijkbaar een identiteit van de PKN, maar welke is dat? En spoort het met de andere kerken die ook meedoen? U weet misschien wel, we hebben met 8 kerken gewerkt. Al die kerken, van vrijzinnig tot confessioneel. Er moet recht gedaan worden aan de diverse taalvelden en muziekculturen binnen die kerken, maar ook aan de diverse geloofstradities. En tegelijkertijd is een nieuw liedboek van belang voor de eenheid van de kerk. Dat zoveel verschillende kerken in het project participeren is daarvan een getuigenis. Kunnen we in al onze verschillen wel met één liedboek toe? Of is dat nou juist het onbegonnen werk? Diversiteit en eenheid, hier in deze twee uitspraken van de PKN-synode, zijn ze paradoxaal? Staan ze op gespannen voet met elkaar of kan het samengaan? 2007 zijn we begonnen. Hoe ligt het landschap van het kerklied erbij in 2007? In de afgelopen 40 jaar is dat landschap behoorlijk op de schop gegaan. Er ontstond ruilverkaveling, landje pik, diepe en brede sloten tussen landerijen. Soms werden bruggen gebouwd en kwamen verbindingen tot stand. Ik omschrijf nu in enkele woorden, maar illustreer dat graag aan de hand van enkele liedbundels van de laatste 40 jaar. Een klein stukje liturgiegeschiedenis in een notendop. En ik kies daarbij een paar voorbeelden van liedbundels uit de lijst van circa 200 Nederlandse liedbundels die de redactie in die 5 jaar heeft bestudeerd. Het zijn ook bundels die in het algemeen veel gebruikt werden of worden en bekend zijn. We begonnen met het liedboek voor de kerk in 1973. Het hoogtepunt 1973 van de liturgische beweging met zijn herontdekking van de klassieke liturgie van de wereldkerk. En in de selectie van die bundel zien we enerzijds de herwaardering voor het lied uit de traditie van de kerk
en anderzijds een stroom van nieuwe liederen. Zingend geloven 3. Ik sla even twee deeltjes over, want 3 is eigenlijk een nieuwe richting. De ontdekkersfreude en het elan van de jaren 70 heeft aan het einde van de jaren 80 plaatsgemaakt van consolidatie. Liturgische verworvenheden probeert men vast te houden. Tussen 1981 en 2004 verschijnen in de serie Zingend Geloven 8 deeltjes samengesteld door de ISK. De liederen in de uitgave, deel 3 tenminste, kunnen gekarakteriseerd worden als een voortzetting van de stijl van het liedboek voor de kerken. Maar dan, er is ook kritiek op het liedboek, al van meet af aan. Onder andere, veel vinden de teksten vrouwonvriendelijk en het ontbreekt aan kinderliederen. En door die kritiek ontstaat er een tegenbeweging. Er komen liedbundels als reactie. Zo verschijnen er bijvoorbeeld 2 deeltjes in de serie Eva's Lied. Bijna 100 liederen geschreven door vrouwen. Nog zo'n voorbeeld van een reactie is de bundel Geroepen om te zingen uit 1990. Een bundeltje samengesteld met het oog op kinderen en jongeren. Maar tegelijkertijd is het ook het eerste voorbeeld van een liedbundel waarbij alleen wat mensen graag zingen de leidraad is. Opvallend, naast liederen voor kinderen, juist vooral dus veel liederen die ouderen er nog van vroeger kennen. En graag zingen en die ze missen in het liedboek. Weer een stapje verder en dan komen we aan het einde van de jaren 90. In 1999 verschijnt de evangelische liedbundel. De samenstellers proberen met deze uitgave het goede van het evangelisch liedverband samen te brengen. Daarbij heeft het evangelisch werkverband samengewerkt met het confessioneel gereformeerd beraad. De samenwerking heeft zijn weerslag gevonden in de selectie van liederen. Naast liederen van zuiver evangelicale snit komen we ook liederen tegen die vooral in confessionele kringen geliefd zijn. Hier zien we de eerste tekenen dat evangelische en confessionele nauw samenwerken. En als laatste voorbeeld de bundel Tussentijds. Ook de eerste proeven van samenwerking tussen de verschillende uitgeverijen die nu ook in het nieuwe liedboek hebben samengewerkt. Een bundel die al spoedig veel gebruikt wordt in veel gemeenten, vooral gemeenten die zich thuis voelen in de ecumenisch-protestantse stroming. De uitgave is ontstaan omdat veel gemeenten naast het liedboek voor de kerken ook recenter materiaal in hun diensten willen gebruiken. En hier zien we ook een combinatie van verschillende stromingen. Liederen van Huub Oosterhuis en de traditie die in Zingend Geloven werd gekoesterd. Ook een combinatie dus van 2 stromingen. Samenvattend, de laatste 40 jaar kunnen we de volgende fase onderscheiden. Allereerst de consolidering en uitbreiding van het liedrepertoire dat typerend is voor het liedboek voor de kerken. Dan een reactie erop met diverse uitgaven van andere stromingen. En tenslotte uitgaven die meer eclectisch zijn en verschillende stromingen met elkaar proberen te verbinden. Bij de aanvang van het proces, bij de samenstelling van het liedboek, constateren we een kloof tussen de vertegenwoordigers van de verschillende kerkelijke stromingen en het daarbij behorende liedgoed. Eigenlijk was in 2007 fase B nog helemaal niet voorbij. In de opzet van de redactionele arbeid voor het liedboek is bewust niet uitgegaan van die verschillende kerkelijke stromingen, door elke stroming een bepaalde ruimte te gunnen. Maar we zijn uitgegaan van de deskundigheid van mensen. En zo hebben we gehoopt op voorhand dat in het redactioneel proces het werkelijke gesprek over het kerklied gevoerd kon worden. Door over de taal te spreken en de muziek en de theologie. En in de discussies ontstond ruimte waarin mensen het lied van de ander leerden waarderen. En zo een plaats gunden in het liedboek. Het werkwoord gunnen, wat veel gehoord is bij de samenstelling van het laatste kabinet, dat hadden wij al eerder veel gebruikt. Erkenning dat ook een andere spiritualiteit dan de eigen alle recht van spreken heeft. De veelgehanteerde indeling in 4 stromingen, zoals we dat deden bij het begin van het project, met dit schema, ecumenisch protestant en klassiek gereformeerd in het midden, evangelisch aan de rechterkant en basisbeweging aan de linkerkant, het bleek helemaal niet vruchtbaar in het gesprek over liederen.
Want het is helemaal niet eenvoudig om te zeggen dat een lied uitsluitend tot één bepaalde stroom behoort. En als dat wel zou lukken, wat zeg je daarmee? Een ander woord bleek in onderlinge gesprekken veelvuldig vruchtbaar. Het woord verbinden. De vraag, kan een lied mensen verbinden die behoren tot verschillende kerkgenootschappen? Die zich in verschillende stromingen binnen die kerken thuis voelen? Gaandeweg het proces ontstond een nieuw beeld hoe de vier genoemde stromingen zich tot elkaar verhouden en tevens hoe we die gemeenschappelijkheid kunnen zien in elkaar overlappende cirkels. Er ontstond het begrip de katholiciteit van het kerklied. We zeggen niet, we moeten allemaal hetzelfde zingen, maar we erkennen zoveel in elkaar dat we over die gemeenschappelijkheid konden spreken. Ik wil een voorbeeld geven van een lied waarvan ik misschien nog een beetje voorbarig, maar ik hoop tenminste dat het mensen ook kan verbinden, bruggen kan slagen. De redactie heeft een groot aantal opdrachten gegeven. Teksten, melodieën, vertalingen. Die opdrachten waren niet omdat we meer van hetzelfde wilden hebben, maar juist om lacunes op te vullen. Geen liederen expliciet voor een enkele stroming, maar liederen die mensen met verschillende achtergronden kunnen aanspreken. Stromingen overstijgend. Als voorbeeld lied 107 uit het liedboek. Een lied over de werken van barmhartigheid, want dat lied was er nog niet. We gaven aan de heel jonge dichter Maarten Das, ik heb nog nagekeken, het is niet de jongste dichter, maar wel een van de jongste, een opdracht. En hij kwam met een verrassende en soepele tekst, heel speels ook, waarin niet in de gebiedende wijze wordt gesproken, als jij, dan zal ik. Nee, het wordt een vriendelijke tekst. De een spreekt de ander aan. Je moet niet, maar ik zal het doen. En Wim Rusing schreef een even soepele melodie erbij, als geheel van mijn gevoel een aanwinst. Ik zou het graag met u willen zingen. Ik zal één keer de melodie voorspelen. Het is zo dat de korte coupletjes van enkele regels. Er zijn twee melodieën, één voor de oneven, één voor de even couplet, en dat wisselt steeds af. Dus ik zal even deze melodie voorspelen en dan zullen we wel merken dat u meteen kunt beginnen met zingen. De apostolische geloofsbelijdenis zegt, ik geloof de heilige katholieke kerk. Katholiciteit met betrekking tot het lied wil zeggen, geen van de kerken en geen van de geloofstradities heeft de katholiciteit in pacht. Het gaat uit van een houding waarbij vanuit dat gemeenschappelijke midden wordt gedacht als een steen die in een vijver wordt gegooid
en steeds ruimere kringen maakt. Het vroeg van de redactie om voorbij de zelfgenoegzaamheid van de eigen traditie en persoonlijke voorkeur een liedboek samen te stellen. Het vroeg van ieder redactielid en vraagt nu van iedere zanger een houding om open te staan voor wat een ander aanreikt. Het bleek in de redactie een vruchtbaar proces. Er is een rijk liedboek ontstaan, waarin stromingen wellicht herkenbaar zijn, maar de grenzen daartussen niet. Er is materiaal aangeboden om tot een gemeenschappelijk liedgoed te komen, zonder te verwachten dat iedereen of elke gemeente alles gaat zingen. Het was onbegonnen werk. Daarom zijn we eraan begonnen. Het was een onmogelijke opdracht, maar het boek is klaar. Natuurlijk is er kritiek. Dat hadden we verwacht. Maar als ik goed om me heen kijk, dan zie ik veel gemeenten die enthousiast met het nieuwe liedboek zijn begonnen of spoedig gaan beginnen. Is het gelukt? Zijn de ambities van 2007 waargemaakt? Die vraag laat ik verder aan de zangers over die het boek gaan gebruiken. De redactie heeft de uitspraak: een nieuw liedboek is van belang voor de eenheid van de kerk, heel serieus genomen, en is ervan overtuigd dat het lied expressie is van die ene heilige katholieke kerk. Dank u wel.